Praat aan de Maas, een programma van Omroep Land van Kuik. Met Peter Linders en Mieke Jansen. En bekende en minder bekende gasten. Leuke en interessante verhalen. Lekker kletsen met tussendoor een muziekje. Dat is Praat aan de Maas. Ik ben Linders. En ik ben Jansen. Dit is Praat aan de Maas, aflevering 10 vanuit de bestuurskamer van JVC en Kuik. En Jansen, wie zijn onze gasten? Vandaag zijn onze gasten Jan Schaap en Paul van Boekel. We beginnen met onze eerste gast. Hij heeft zijn afscheid aangekondigd als trainer in het amateurvoetbal. De 65-jarige Kuikenaar, bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdcoach bij de Velfse SCV 58. En maakt zijn vertrek bekend bij het bestuur en de spelersgroep. Hot nieuws bij Praat aan de Maas. We hebben onze gast Jan Schaap hier in ons midden. En hij gaat binnenkort met pensioen, zegt hij. Maar ja, je hebt een beetje moeite om nee te zeggen. Ik heb nog steeds moeite om nee. Ik heb altijd nog een klein uitgangetje. Dat ik eventueel toch nog, stel dat er iets heel leuks voorbij komt, om het dan toch nog op te pakken. Dus ja. Het is niet helemaal nee, maar zeg maar voor 80%. Maar die 20% die wil ik voor mijn eigen dan nog openhouden. Je bent nu trainer, maar dat zou ook in een andere rol kunnen zijn, denk ik dan. Het zou zeker een andere rol kunnen zijn als ervaren. Ja goed, ik heb tenslotte best nou wel 45 jaar, of 34 jaar voetballen trainerservaring, moet ik zo stellen. Dus ja, technisch adviseur of weet ik veel wat. Maar ja, dat kan van alles langskomen, maar ik moet het nu wel echt leuk vinden dat het echt voor mij een uitdaging is. Anders doe ik het dus niet meer. 34 jaar trainervaring. Ja. Er zijn natuurlijk kijkers en luisteraars van Land van Kuik. Die hebben zoiets van, hé, die kennen we wel, hebben we wel eens een keer in de krant gezien. Neem even je carrière door. Jan, waar begon het? Nou, die carrière is best lang hoor. Maar ik ben in Haps begonnen als trainer. En daarna ben ik, even kijken hoor, dat is best een heel verhaal. Montagnards heb ik gezeten, de Zwaluw, Toxandria. Estria, Velp zit ik nu, Langenboom, DSV, JVC, kijk, het tweede en ook nog een aantal maanden het eerste. Nou, dus best een hele land voor Kuik heb ik zeg maar bijna gehaald. En allemaal zijn ze kampioenen geworden? Nou, ze hebben in ieder geval allemaal wel gepromoveerd op eentje naar Montagnards-Bergen. Hadden wel de na-competitie, maar dat is niet gelukt. Maar van verder is allemaal, alleen de laatste, dat moet nog gebeuren. Dus we staan wel bovenaan en nu is echt, ja goed, dat is mijn laatste klus en ik wil echt nog promoveren de laatste keer. Maar je was ook gestart als voetballer natuurlijk. Ja, ik ben in Gassel, ik kom oorspronkelijk uit Gassel en daarna ben ik naar JVC gegaan. Bij JVC altijd in het eerste, tweede gespeeld en op een rond mijn 30ste ben ik richting ja, mijn trainerscarrière begonnen. Dus hoe kwam dat zo? Had je een gevoel van nou, wat die trainer van toenertijd doet, dan kan ik net zo goed? Nou, het heeft wel altijd in me gezeten. Ik was altijd op het veld ook een beetje leider, de laatste man, zeg maar, lijnen uitzetten. En ja, ik ben begonnen. Ja, oogspoetsen zeggen ze vroeger, echt 10 meter erachter of nog meer. Ja. Maar ik ben op een gegeven moment toch jeugd gaan trainen, mijn eigen kinderen. Ik heb de lagere elftallen getraind. En toen ben ik met JVC in samenwerking met JVC trainerscursus gaan doen. Heb ik hier de C-jeugd nog gedaan. En op een gegeven moment, ja, toen dacht ik, en nou wil ik echt verder. En het lag me wel. Dus ja, goed, zodoende ben ik erin gerold. Welke club was de eerste keer dat je het eerste trainde als trainer? Haps Boys. Daar heb ik 4 jaar geweest. Dus dat was echt mijn eerste club. En in welk jaar spreek je? Ja, 80. Zo. Ja, 90. Ja, kan je het nog herinneren, die eerste keer dus dat je het team zeg maar toesprak als trainer? Nou, ik kan me echt wel herinneren die eerste keer, want ik was zenuwachtig aan mijn kant. Want je staat voor de eerste keer voor een groep is Broekie. Men waren erbij, die waren ouder dan ik. Hoe oud was je toen? 31, dus ja, er waren ook wel een paar bij die wel ouder waren. Maar voor mij was het echt ja, ontdekken. En ik denk dat het wel goed gelukt is. Ja. En als je die groep van toenertijd, want misschien dat je nog sommige wel eens spreekt. Ja. Hoe typeerden ze jou dan als trainer? Ja, ik ben een sociale trainer eigenlijk. Af en toe te sociaal. Mijn sterke punt is omgang met mensen. En van daaruit, ik heb altijd wel een jonge groep gehad. Daar begin ik mee. En die ga ik opbouwen. En van daaruit ga ik aan de slag. En dan zet ik resultaat neer als het goed is. En dan, dan ben ik weer weg. Dan zet ik resultaat neer als het goed is. Ja, dat bijna is altijd goed. Maar zo zit ik wel in elkaar. Nou, ik begin met die jonge groep en ik wil er wat neerzetten. Ik wil die vereniging, en daar heb ik elke vereniging dan goed neerzetten weer. Dat alles wel lekker loopt. En dan in principe komt er meestal wel iets uit. Dat laat ik zo zeggen. En van daaruit, dan zeg ik, dan zoek ik weer het nieuws.
zo is mijn trainerscarrière eigenlijk een hele tijd geweest. En dan scheelt het dat je zelf ook op hoog niveau of goed niveau gevoetbald hebt? Ja. Tuurlijk, dat scheelt echt. Dus je snapt het ook, hoe het werkt aan de andere kant? Ik probeer het spelletje te snappen. En JVC heeft wel, mij wel een hoop basis gegeven, zeg maar, toen. En van daaruit kun je dus wel verder bouwen. En goed, sociaal is het voor mij eigenlijk... Ik ben een sociaal iemand en van daaruit werk ik meestal. Ik kan goed omgaan met mensen, zal ik zo zeggen. Nou, we gaan straks verder over het heden en de toekomst. Ja, vooral het heden. Ik wil weten hoe het staat met de Velp SCV. Maar eerst onze volgende gast. Onze volgende gast is Paul van Boekel. De 43-jarige scheidsrechter in het betaald voetbal komt uit Vierlingsbeek. En hij is ook ex-profvoetballer. De zoon van voormalig grensrechter Jos van Boekel. En je kwam meerdere jaren uit voor het eerste elftal van VVV Venlo. En toen je contract daar niet werd verlengd, kwam je hier naar JVC Kuik toe om eigenlijk opnieuw weer de stap te maken naar het betaald voetbal. Dat is anders gegaan uiteindelijk. Je kwam wel in het betaald voetbal terecht, maar als scheidsrechter. En sinds 2004 doe je dat al en ook al 10 jaar actief als FIFA scheidsrechter in het internationale voetbal. Welkom Paul van Boekel. Dank je wel. Was het een logische stap van jou om als profvoetballer naar scheidsrechter te gaan? Ja, hij was logisch, omdat, wat je net al zei, mijn vader een verleden had als scheidsrechter en als assistent scheidsrechter in betaald voetbal. Dus ik ben op een gegeven moment een keer een cursusje gaan volgen van, gewoon leuk, kijken hoe het is. Maar dat ik dat dan zou leiden tot hetgene wat ik nu mag doen, dat was op dat moment nog niet zo logisch. Nee, maar dat deed je al, zeg maar, die cursus, terwijl je nog profvoetballer was? Of? Ja, terwijl ik profvoetballer was bij VVV, toen werd er een cursus georganiseerd voor profvoetballers en ex-profvoetballers. Mm-hmm. En daar heb ik me voor de tweede cursus heb ik me opgegeven. Uit de eerste cursus komt bijvoorbeeld Reinhold Wiedemeijer en Ben Havelkort kwamen daar vandaan. En toen die tweede cursus kwam, dacht ik van dat is zoiets voor mij. Ik ga me opgeven, kijken hoe het is. Ik heb mijn diploma daar gehaald en ik ben wedstrijden in het amateurvoetbal gaan fluiten. Kwam het ook voort uit het feit dat je het misschien niet altijd eens was met de scheidsrechter die je zelf hebt gehad? Als ook zeker. Profvoetballer? Het verhaal wat we net hoorden bij Jan, dacht je het beter te weten, dat had ik ook wel. Ja, van, op het moment dat ik aan het voetballen was en ik had natuurlijk een beetje meegekregen wat mijn pa allemaal aan het doen was. Dacht ik wel van wat deze scheidsrechter doet, dat denk ik dat ik dat beter kan. Maar maak het maar eens waar. Hè. Ja, ja. Is het een voordeel dat je zelf als voetballer hebt gespeeld, vind jij, nu je scheidsrechter bent? Het heeft zeker geen nadelen. Het is ook niet zo dat je als scheidsrechter gevoetbald moet hebben, maar ik denk wel dat het voordelen heeft. Ik denk dat ik wel net even iets sneller het spel kan lezen. Dus ik weet waarschijnlijk waar die bal naartoe gaat, waardoor ik weer net even iets sneller ter plekke ben. Ik weet wat er in de kleedkamers gebeurt. Dus wat er in die kopjes af kan spelen, ik denk wel dat het voordelen heeft. Ja. En als scheidsrechter zijnde heb je natuurlijk ook je rustmoment, zeg maar, tussen twee helften door. Kijk jij dan ook beelden terug? Ik zou liegen als ik nee zou zeggen. Het is 2018. We hebben allemaal onze mobiele telefoons dicht bij de hand. We krijgen inderdaad beelden toegestuurd, we krijgen berichtjes. Dus ik kijk in de rust wel de berichten en eventuele beelden na. Dan moet je natuurlijk wel zo sterk zijn als scheidsrechter dat je niet een eventuele verkeerde genomen beslissing mee gaat nemen in de tweede helft en dan gaat compenseren. Want dan maak je niet één fout, maar dan ga je er twee maken. Dus die kracht moet je wel hebben om te zeggen van tweede helft op nul beginnen en vergeten wat je gelezen hebt. Ja. Maar het kan je ook helpen dat je bijvoorbeeld stel voor dat je een foute beslissing genomen hebt. En daar is heel wat discussie over geweest. Dan kan ik wel aan het begin van de tweede helft tegen die spelers zeggen bijvoorbeeld van ik heb het net gezien of ik heb het net gelezen. Ik hoor dat ik fout zat, sorry, maar schone lei, we gaan wel verder. Ja. En dan is het vaak ook klaar voor die spelers. Ja. Dus, ja. Ik haal er alleen mijn voordelen uit. Oké, ja. En is het ook, je bent natuurlijk, als scheidsrechter krijg je vaak feedback, of meer kritiek, denk ik, want er is vaak negatieve kritiek. Ik hoor zelden dat iemand zegt, de scheids heeft het heel goed gedaan. Hoe ga je daarmee om? Ja, daar leer je mee omgaan door inderdaad gewoon te beginnen. Ik ben begonnen op het vijfde, zesde klasse niveau bij amateurs. Mm-hmm. Daar krijg je uiteraard ook kritiek. Ja. Nog niet van de media zoals ik het nu krijg, maar wel van spelers en publiek. Dus daar groei je in. Het aantal toeschouwers neemt toe naarmate je hogere wedstrijden gaat fluiten. Dus met die kritiek leer je omgaan. Dan moet ik wel zeggen dat ik het best wel vreemd vond dat ik de eerste keer een beetje negatief bejegend werd door bijvoorbeeld het programma Voetbal International. Mm-hmm. Ja, daar schrik je dan toch wel een beetje van. Dat toch bekende Nederlanders jouw naam daar noemen in een negatieve zin. Ja, ook daar leer je me omgaan. Dus ook media heeft kijkcijfers nodig om te scoren. Nou, vaak verkoopt negativiteit beter dan positief te praten over de scheidsrechter. Ik weet nu eenmaal dat het zo is. Ik probeer daar mijn positieve dingen uit te halen. En door.
Word je daar een begeleid trouwens in die mediatraining? Ja, we hebben zeker in het begin van je carrière mediatraining gehad. Stel voor dat ik behoefte zou hebben aan een sportpsycholoog, dan zou ik daar bij de KNVB echt wel voor terecht kunnen. Dus er wordt absoluut maatwerk geleverd, ja. Een aantal jaar geleden had je ook nog een persoonlijke coach, toch? Dat een scheidsrechter zeg maar je onder de hoede neemt van als er iets is of zo, dan kun je daar terecht. Is dat nog steeds zo? Ja, nog steeds. Iedere scheidsrechter heeft een persoonlijke coach. Ik heb zojuist ook weer eventjes contact met hem gehad om mijn wedstrijd van morgen gewoon eventjes kort voor te bespreken. Morgen dus Ajax-ADO, hè? Ja, morgen fluit ik Ajax-ADO. Dus iedereen heeft nog steeds een eigen coach waar hij zijn eigen wedstrijden mee evalueert. Wat bespreek je nu dan over die wedstrijd van morgen? Nou, ik heb vorig jaar dezelfde wedstrijd toevallig gefloten. Ja. Toen was hij ook mijn coach, dus dat neem je mee. We maken wat afspraken over ook wat, wanneer zien we elkaar, hoe evalueren we de wedstrijd, doen we dat in de kleedkamer, doen we dat telefonisch. Gewoon heel even kort, even met elkaar babbelen. En dan spreken we morgen elkaar na de wedstrijd weer. Oké. We gaan zo nog veel meer van Paul van Boekel ook horen. We gaan eerst wel even terug naar Jan. Heb je ook een persoonlijke coach? Nee, ja, mijn vrouw. Ja, maar dat kan zo zijn, hè? Dus zeg van, nou, doe ze even rustig aan of zo. Of hoe werkt zoiets? Nou, ik heb geen persoonlijke coach, nee, echt niet. Ik doe het zelf waar ik wel eens op voetbal ben. Mijn zoon is natuurlijk Ramon, daar heb ik dan natuurlijk wel contact mee. Met mijn assistent-trainer ook, maar ook met mijn leiders. En dat zijn eigenlijk de mensen waarmee ik overleg. En mijn aanvoerder natuurlijk, die is ook belangrijk. Maar nou, daar was ik nieuwsgierig naar, want hoe belangrijk is een aanvoerder? Een aanvoerder is gewoon belangrijk. Dat is een verlengstuk voor mij in de wedstrijd. En dat is gewoon heel belangrijk. Dus moet je die ook scouten, een aanvoerder? Nee. Of die ontstaat? Nee, die ontstaat. Of die is er al. Nee, op dat niveau, die ontstaat of die is er al. En dat kan dus een keer veranderen. Maar in principe is daar bijna altijd die man die al aanvoerder is. Nou, je kijkt en je kunt het wel eens een keer veranderen. Maar dan moet je ook weer maar oppassen. Want dan liggen bepaalde lijnen toch. Maar goed, over het algemeen gaat het prima. En over het algemeen is je er. En als je er nog niet is waar ik denk dat een andere moet zijn, dan wordt er natuurlijk iemand anders aangewezen. Maar, ja. Ben je in zo'n team dan van leiders, aanvoerder, assistentcoach, ben je dan de absolute leider of ben je dan de coach? Hoe voel je jezelf dan? Nou, ik ben meer de man zeg maar, die het zaakje de lijnen uitzet. En ik ben wel het type die zegt, nou, ik lok graag een discussie uit natuurlijk even. En dan kom ik terug, maar dan kom ik om de hoek kijken en dan neem ik mijn besluit. En dan ben ik de baas, dus klaar. Ja. En dan zet ik de lijnen uit. Maar ik probeer wel toch wel feedback te krijgen om, ja, wat denk je van die opstelling, van die opstelling, van die maatregelen. Dan krijg je wel wat terug, maar dan ben ik toch degene die zegt, en zo dan gaat het zo gebeuren. Klaar. Uiteindelijk niet te veel polderen. Nee, want dan, anders kom je er niet. Nee. Ja, dan houdt het niet vol. En er ligt natuurlijk ook een tijdsdruk, hè, Jacques? Ja, elke wedstrijd op een gegeven moment. Nu ben ik weer bezig voor morgen. En daar zijn we maandag weer mee begonnen. Ja, ik noem het iets. En die twee trainingen die zijn belangrijk. Nou, dan ga je weer aan de slag. Donderdagavond. Opstelling weten ze nog niet. Eén moment wel, ander moment niet. Nu nog niet, want ik twijfel nog over één plekje. Nou goed, daar moet ik nog goed over nadenken. En dan zondag staat je. Morgen. En hoe ziet die voorbereiding er concreet uit? Want je zegt, we beginnen maandag in principe. Nou ja, voor mij persoonlijk, de kranten lezen weer. Wat er allemaal gebeurd is in het amateurvoetbal. Want ja, morgen moeten we tegen Beugen. En als je goed de kranten leest, ja, de aanvoerder is geschorst. Die heeft rood gekregen, een zware blessure bij een speler. Dus ja, morgen is enigszins kan, moeten we spelen. Want dan neem je toch mee. En op dinsdag begint even de korte nabespreking van afgelopen zondag. Nou, dan gaan we de trainen. Donderdag de training weer richting zondag. En dan even de bespreking, nog een beetje nabespreking van de zondag. Mm-hmm. En dan krijg je op een gegeven moment de voorbespreking nog even van aankomende zondag. Ja, en zondagmorgen 12:15, dan zijn ze er. Nou ja, goed, dan wordt de opstelling bekendgemaakt. En tactisch gedeelte even doornemen, dan gaan we starten. En de spelers die lobbyen je ook voor hun plekje in het team? Nee, dat doen ze niet. Ze moeten er helemaal waar maken op het veld hoor. Ja. Dat telt bij mij hoe ze niet te lobbyen. Alleen ja, we zitten wel op een bepaald niveau. Ik moet af en toe wel lobbyen natuurlijk, want ja, ik heb studenten erbij. Mensen die werken, ja, als er eentje een keer niet getraind heeft, één keer. Ja goed, dan moet ik wel op een gegeven moment richting spelers duidelijk zijn. Van, ja, we beginnen toch met die opstelling. Ja, en je hebt natuurlijk je favorieten, hè? Want SCV is nu uitgegroeid tot een titelkandidaat. Ja. Ja, en koploper, eerste periode titel al op zak, dus het wordt wel spannend. Nou, het wordt steeds leuker, ook voor de groep, want deze groep heeft zelf nog niet veel prestaties behaald, zeg maar. En nu wordt het echt leuk, want de vereniging is wel op 6 punten losstaan. Ja, dat is gewoon uniek. Dus ja, de groep wordt steeds enthousiasmer, het bestuur wordt enthousiasmer, supporters. Bij de prijs die we gepakt hebben in Wilbedoord, nou, er waren zeker 100 mensen uit Velp.
Ja. Dat is toch uniek? Ja, ja best wel. Ja, dat is wel prachtig. Maar ja, je wordt natuurlijk ook niet voor niks de kampioenenmaker genoemd, toch? Ja, dat is een beetje, wel een beetje. Ja, maar ja, dat vind ik, ja, goed. Dat vind ik, ja, dat noemen ze wel, maar ik hou er niet zo van. Maar ja, goed, je hebt overal resultaat gehaald. Dus ja, god, dan komt er een keer iemand die benoemt mij zo. Ja, prima. Fijn. Ja. Ja. Heb je de druk dan van buitenaf nodig of creëer je je eigen druk? Niet. Nee, ik creëer mijn eigen druk, want dit is mijn laatste club in principe. En ja, goed, ik wil hier nog iets neerzetten, dus ik leg die druk mijzelf op. Want ja, de doelstelling was eigenlijk bij het sollicitatiegesprek binnen 2 jaar in de 4e klas. Nou goed, gaan we nog proberen of dat lukt. En tot nog toe ziet het er aardig uit. Wordt het een spannend seizoen? Ja, het wordt zeker een spannend seizoen. Het gaat echt niet makkelijk. Nee, het wordt echt nog een spannend seizoen. We krijgen heerlijke derbies. Ja, na de winterstop, dan wordt het pas beslist. Hè. Dan zijn er nog 14 wedstrijden volgens mij. Dus dan begint het, begin het echt af te tellen. Wat zou een hoogtepunt kunnen zijn qua derby? Over 2 weken, dan spelen we tegen Graven, net voor de winterstop. GVV 57. Ja, dan is het 16 december tegen GVV 57. Ja, dat wordt de kraker. Ja. 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 Die leeft nu al bij de jongens. Ja. Dus er kan goed 200 man langs de kant staan. Dat verwacht ik zeker, ja, absoluut. Absoluut. Ja, ja. Dus, maar goed, die 3 punten blijven nou in Velp. Dan. Hoe ziet jouw voorbereiding eruit, Paul? Nou, grotendeels wel hetzelfde als wat Jan dat eigenlijk aangaf. Op maandag staat normaal gesproken zondags een wedstrijdfluit. Op maandag staat er een uitlooptraining op het programma voor mezelf. En is dat in Vierlingsbeek of waar doe je dat? Ja, ik woon aan het voetbalveld van Verlading, dus dan maak ik daar gebruik van de velden. Ja. Goed kunstgrasveld ligt daar ook, dus wat dat betreft kun je er altijd trainen. Ik kijk de wedstrijd na, ik heb contact gehad met mijn coach, dus die maandag staat eigenlijk nog een beetje in teken van terugkijken. En op dinsdag krijgen we weer de aanstellingen voor het weekend. En dan ben ik wel altijd heel benieuwd naar die 12 uur, want dan komt de mail binnen. En dan ga je op zoek naar welke wedstrijd dat er dan wel op het programma. En dan ga je alweer vooruit kijken naar die wedstrijd en je trainingsprogramma daarop samenstellen. Want een wedstrijd op zaterdag of op zondag, ja, dat scheelt wel een beetje qua trainingsdagen. En hoe ziet jouw trainingsschema er dan uit? Wat doe je om fit te blijven? Want je moet wel veel rennen als scheidsrechter ook. Ja, wij rennen zo gemiddeld 12 of 13 kilometer per wedstrijd. Ja. Dus we moeten behoorlijk fit blijven om die gasten die toch steeds sneller en steeds sterker worden, om die bij te benen. En dat valt niet altijd mee op 43-jarige leeftijd, maar ik doe mijn best. En we worden wel in vrijgelaten hoe je traint. We krijgen wel een trainingsprogramma vanuit onze inspanningsfysioloog van de KNVB. Maar als ik het lekker vind om daarnaast nog 2 à 3 keer per week te fitnessen of te zwemmen of te fietsen, dan word je daar volledig vrij in gelaten. Dus ik moet er gewoon voor zorgen dat ik die wedstrijden goed doe, dat ik fit blijf, dat ik mijn testen haal. En dan kan ik eigenlijk mijn eigen trainingsprogramma samenstellen. En ook de tijden dat ik train, die bepaal ik zelf. Ja, dat is wel ideaal ook. En de voorbereiding op het team en de spelers daarvan, doe je daar nog iets speciaals in? Nou ja, in de Nederlandse competitie ken je inmiddels de spelers en de teams wel. Wel in het buitenland, dan krijgen we altijd van onze videoanalisten krijgen we de wedstrijden van de teams krijgen we gemaild. Dan is het natuurlijk wel even belangrijk dat je weet van wat voor teams heb je voor je. Wie zijn de key players, hè? Wie zijn de spelers die de meeste overtredingen maken. Hoe worden de overtredingen of de vrije trappen genomen, hoe worden de corners genomen. Dat soort dingen, daar kijk je dan wel naar. Ja. Volg je dat zelf of krijg je inderdaad dossiers van die en die spelers spelen mee, let even op, want die hebben die trucjes. Ja, we krijgen de beelden. Dan moet je zelf eigenlijk eruit zien te halen om de hoogtepunten als het ware, of wat je net zei, de key players. Die moet je zelf eigenlijk zien te herleiden. We praten ook met elkaar natuurlijk, hè, collega's onder elkaar. Dus dan krijg je ook wel wat tips mee, die neem je ook op. Dus dat soort zaken, dan doe je eigenlijk vooral zelf. En wat doe je met spelers die op scherp staan? Zeg maar, die zeg maar bij een volgende kaart geschorst worden? Ja, ik weet dat meestal wel. Van de andere kant, als het een gele kaart moet zijn, dan krijgen ze evengoed een gele kaart. Het is wel zo, op het moment dat een speler er tegenaan zit, het hoeft nog net even niet, die gele kaart hoeft nog niet, vind ik het altijd wel even belangrijk om naar die speler toe te lopen van, besef je, hè, dat je op scherp staat. Ja. Dan is voor die speler ook weer eventjes een momentje van, oh ja shit, even wachten, gewoon de situatie misschien wat rustiger aan. Ja, dat is hoe ik dat spel manage. Ja. Mijn collega zal het misschien niet doen. Daar is iedereen anders in. Even een inkijkje, want ik zie jullie wel eens, dan ga je naar zo'n speler toe en dan praat je. En dat horen we niet. Nee. En is het dan zo van, hey, wat je nu hebt gedaan, heb je de vorige wedstrijd ook gedaan. Niet doen jongen, want ik hou je in de gaten. Gaat dat op die manier? Nou, kan, maar het kan natuurlijk ook zijn. Er zit een bepaalde opbouw in, vaak bij overtreding. Kijk, een eerste overtreding die nog geen gele kaart waard is, prima, fluitje, klaar. Maar maakt die speler meer overtredingen, nou, dan loop je op een gegeven moment een keer naar hem toe. En dan zeg je van, nou, je hebt er nu wel heel veel overtredingen nodig. Kijk uit, je zit ook op een gele kaart.
Dan is dat allemaal nog inderdaad één op één, niemand die iets ziet. Nou, maakt hij dan weer een overtreding, dan is eigenlijk de volgende stap dat je hem een keer zegt, publiekelijk, dat je hem toehaalt van aan iedereen laat zien, deze laatste keer, ja. En de volgende is een gele kaart. Ja. Dus er zit een bepaalde opbouw in bij bepaalde overtredingen. Dus maar wij zien ook heel veel niet wat er gebeurt. Nou ja, er gebeuren best wel conversaties die jullie niet zien. Die worden niet allemaal gefilmd. Nee. Maar er zijn ook dingen die jullie andersom, een speler die naar dingen naar mij toe communiceert, ook niet horen. Ja. Dus ja, er wordt best veel gecommuniceerd. Wat je nog niet mee krijgt op televisie. Nee. En wat is dan de taal? Is alles, want er zijn natuurlijk heel veel jongens die komen uit andere landen. Is dat dan Nederlands-Engels? Is dat de taal? Of? Nou, Engels is dan wel de voertaal. Internationaal wordt ook van je verwacht dat je de Engelse taal machtig bent. Maar goed, je kunt wel zien aan de speler of dit er mee eens is of niet natuurlijk. Ik bedoel, dat zien wij ook. Ja, en je gezichtstaal, wat dat betreft, bepaalt ook heel veel. En een vermaning geven. Nou, dat is een internationaal beeld. Maar een Spaans geldwoord, die vang je ook op? Nou ja, die woorden kennen we denk ik allemaal. Ja. Ja. Vind jij dat er voldoende respect is van spelers naar scheidsrechters toe? Ik denk dat wij op het niveau waar ik fuit, dat wel, wel goed zit. Ik zie wel eens wedstrijden amateurvoetbal en dan vraag ik me wel eens af. Dit mag wel iets meer respect zijn richting arbitrage. En, ik denk mijn collega's die amateurvoetbal fluiten het zelfs moeilijker hebben dan ik. Het zijn toch minder gedisciplineerd spelers, het is moeilijker fruit te lezen. De kwaliteit van spelers zijn wat minder aan de bal. Dus ik denk dat mijn collega's in amateurvoetbal een moeilijkere taak hebben dan ik in betaalvoetbal. Alleen ja, bij ons is de druk vele malen hoger natuurlijk en de media-aandacht. Ja. Zeker bij internationale wedstrijden, gaan we het zo ook nog eventjes over hebben. Ja, hoe bereid jij je in die laatste minuten voor? Hè? Want er is dan een soort van spanning, hè? Zo'n laatste moment dat je het veld op moet. En dan doet die media, die doet ook nog allemaal gekke dingen. Die gaan dan ook allerlei muziekstukken opvoeren en tunes. We hebben er eentje bij, want die vond jij... Heerlijk. Die gaan we even laten horen. Daar voel je me? Ja, heerlijk. Draai je deze thuis ook? Ja, ik vind het gewoon heerlijk. Ik krijg nu alweer zin om dat veld op te gaan. Ja. Dit geeft mij een enorme boost. Eye of the Tiger van Survivor. Zo'n typisch nummer waarbij adrenaline wordt opgevoerd. Ja, even druk opbouwen. En ik las gisteren ook een quote van Mark van Bommel die morgen naar de Kuip moet met zijn PSV. Van des te vijandiger, des te mooier. Ja, dat vind ik ook. Des te meer druk op zo'n wedstrijd zit, des te fijner ik me voel. Ja. En dat was heus in het begin van mijn carrière niet zo, maar naarmate je wat ouder wordt en meer ervaring opgebouwd hebt, vind ik het wel heerlijk. En dan door dit nummer, wat ook in heel veel stadions gedraaid wordt, komt die druk er nog meer op. Ja, dan ben ik wel mijn element. Ja. Is die druk anders bij internationale wedstrijden? Want je bent ook sinds 2008 FIFA scheidsrechter. Daar gaat miljoenen in om. Ja, bij die hele grote wedstrijden internationaal ben ik dan wel vaak de assistent van Björn Kuipers. Ja, ja. Fluit ik de wedstrijden niet, ben ik dus niet degene die, niet de man in the middle, niet degene die eindverantwoordelijk is. Het is toch een bepaald ander soort druk, maar ik voel natuurlijk wel die druk. Ik wil het ook heel graag goed doen, ook voor hem natuurlijk, om weer die volgende mooie wedstrijd binnen te slepen. Ja. Dus die druk die is dan eigenlijk net zo hoog als dat ik mijn eigen wedstrijd in Nederland fluit. Ik heb gewoon druk nodig. Ja. Dus die spanning die heb ik in Nederland, die heb ik ook in het buitenland, in welke functie dan ook. Dus die druk die zorgt ervoor dat ik goed presteer. Ja. Laat het nummer van Jan horen. Die heeft ook, kijk. Ook leuk, hè? Lukt goed, hè? Ja, dat is ook een goed nummer. Even een stukje laten. Lekker zeg. Mooi, hè? Ja. Ja, die is mooi. Ja, ik ben een ontzettend fan van hem. Is dat ook een nummer wat je draait in de kleedkamers voordat jouw Nee, maar ik heb meer met die man, 15 jaar terug, 16 jaar terug, ben ik met mijn dochter voor het eerst naar een concert geweest. In de Kuip was het. Stonden we op het veld van bij broer Springsteen. Nou, die man heeft zoveel indruk op mij gemaakt in die 3,5 uur dat hij daar zijn show weggeeft. Ja, daar kunnen alleen maar zoveel respect voor hebben. En ja, dat is eigenlijk mijn ding met dat liedje en daar probeer ik ook altijd over te dragen op de spelers natuurlijk, mensen. Respect voor elkaar en we gaan er tegenaan. En
Ja, wat hij daar neerzet, ja, in elk show, de Goffert ben ik ook nog geweest, ja, dat is gewoon geweldig. Nou, en dat is eigenlijk, die levert er zo'n teamprestatie. Nou, ja. Als je naar Velp rijdt voor de wedstrijd dan? Vaak moet je springsteen op, ja. Ja, dat is toch wel, dat is mijn favoriet geworden door de jaren heen. En vooral dat concert daar in de Kuip, op het veld, nou ja, dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt toen. Maar dat was mijn eerste concert, hè. Dus dat was toen ik 45 was of zo. Ja. Dus dan denk je, nou, die vent die presteert nog met zijn leeftijd, geweldig. Geweldig, nou, dat vind ik fantastisch. Respect voor. Ja. Dames en heren, we kijken naar Praat aan de Maas. We hebben twee gasten, Jan Schaap en Paul van Boekel. Maar we hebben ook een muzikale gast. Ja, en dat is Emma Loeven vandaag en daar ga ik nu naartoe. Ik sta hier bij de 20-jarige Emma Loeven uit Vianen. En zij deed een paar jaar geleden, of het is al wat meerdere jaar geleden, mee aan The Voice Kids. Daarmee kreeg je landelijke bekendheid. En je koos toen voor Team Borsato. In hoeverre is Marco nog betrokken bij jou? Nou, Marco is echt een hele leuke coach. Hij zegt ook zelf altijd, eens Team Borsato, altijd Team Borsato. En dat klopt wel, want hij... organiseert nog elk jaar een barbecue bij hem thuis. En dan zijn alle grote Voice of Holland kandidaten en de kleine de Voice Kids zijn dan bij hem thuis. En lekker aan het netwerken en aan het barbecuen. En 2 jaar geleden is mijn eerste single uitgekomen. En ik vroeg aan Marco van, hey, zou jij die willen delen? Ik denk, hey, ik probeer het gewoon. Wie weet wat er gebeurt. En hij heeft hem gedeeld op al zijn social media. Dus dat heeft gezorgd voor heel veel meer views. Ja, leuk dat hij nog steeds zo betrokken is. Je zit inmiddels op het conservatorium in Arnhem, het tweede jaar inmiddels. En je hebt onlangs je eigen concert-theatershow gegeven. Ja, in de Schouwburg in Kuik inderdaad. Dat was een heel groot ding voor mij. Het was eigenlijk mijn droom om ooit een keer een eigen theatershow te hebben en hem zelf te organiseren. En ja, dat is gelukt. Ik heb er... heel lang, ik denk wel een half jaar naartoe gewerkt. Want er komt heel veel bij kijken, repetities plannen. Je moet natuurlijk muzikanten regelen. Er moeten mensen achter de bar staan die dag. Er komt heel veel bij kijken. En toen het eindelijk 2 december was, toen ik heb echt een hele leuke dag gehad. Ja, ik zou het liefst elke dag, elke week willen doen. En is dat ook iets wat je ook gaat doen de komende tijd? Want je zit nu in het tweede jaar. Wat zijn je ambities voor de komende tijd? Ik wil mezelf vooral... meer gaan ontwikkelen als zangeres. Kijken welke kant ik op wil gaan straks. En in theaters optreden is zeker een van de grote kanshebbers, denk ik. Maar dat is ook een beetje geluk hebben en heel hard werken natuurlijk. Ja. Je hebt vandaag ook iemand meegenomen. Klopt. Ja, dit is Sybren Zijlstra. En hij studeert bij mij in het tweede jaar nu aan het conservatorium. En wij zijn sinds een jaar nu, denk ik, een beetje samen aan het spelen. En hij heeft mij ook begeleid tijdens mijn theatershow. En zodoende zijn we nu ook hier. Ja, fijn dat jullie vandaag bij Praat aan de Maas zijn. Wat ga je vandaag voor ons zingen? Het is een nummer van Treintje Oosterhuis. Ken je mij? Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je
willen spreken dat waren van mij is, dat draagt wie ik ben, dat het houdt. Ik zou één woord willen spreken dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt: ik ben jouw zuiverste zelf. Vrees niet. Heerlijke klanken van Emma Loeve. En dat allemaal vanuit de bestuurskamer van JVC in Kuik. Met twee gasten bij Praat aan de Maas. Inmiddels de tiende versie van Praat aan de Maas. Met de heren Jan Schaap en Pol van Boekel. Ik was benieuwd, Jan. Wie bewonder jij als trainer? En dan bedoel ik even in betaald voetbal, zeg maar. In het betaald voetbal? Goh, moet ik even nadenken. Helemaal verwachtig. Wie bewonder ik? Ja, Koeman. Koeman. Wat dat je op het moment doet. Er staat een trainer en die doet zijn eigen ding en die pakt zijn eigen ding en die gaat zijn eigen gangetje en die brengt het weer terug naar de basis. We gaan met z'n allen lekker in Zeist en we gaan er een team van maken en ik denk dat het hem aardig lukt als je ziet naar zijn resultaten en naar de reactie van het Nederlands voetbalpubliek, want hij doet het gewoon geweldig goed. Heb je hem wel eens ontmoet? Nee, ik heb hem niet ontmoet. Dus, alleen ja, als je ziet hoe dat hij het nu doet, ja, dat is gewoon fantastisch. Hij doet het gewoon uitstekend. De manier waarop hij bezig is met het team, teamvorming, met de pers, met het zaak. Hij is met een team aan het neerzetten voor resultaten te halen. En ik denk dat het ook gaat lukken. Volgens mij is dat in vergelijking met waar je zelf voor staat. Ja, ik zie hem dus gewoon, hij begint ergens aan. Hij heeft een bepaalde ideeën over hoe dat je het moet doen. Hij voert ze uit. En je ziet het van op een gegeven moment toch dat het een team wordt. Hij heeft natuurlijk zijn staf. Die overal naartoe stuurt. En dan komen namen van voetballers in één keer tevoorschijn van, hè, hebben we die ook nog? Ja. Ja, en die hebben we nog. En dan zet je gewoon een fantastisch team. Ja. Jan Schaap, onze eigen Koeman in het land van Kuipen. Ja, doe maar niet. Wie bewonder jij, Paul, als scheidsrechter? Ik heb niet echt iemand die ik op dit moment bewonder. Colina?
Nee. Colina was niet de stijl scheidsrechter die bij mij zou passen. Hij had natuurlijk zijn sprekende ogen. Ik ben eigenlijk gewoon het vak ingerold. En ik heb mij vroeger ook nooit bezig gehouden met scheidsrechters. Ik vond voetballen veel te leuk. Ja, tot op je gegeven moment zelf op een niveau komt dat ze zeggen van misschien moet je een stapje hoger gaan proberen. Ja, toen ben ik eigenlijk het scheidsrechtsvak pas echt serieus gaan bekijken. Dus ja, ik moet zeggen, ik bewonder al mijn collega's als ik zie hoe ze mee bezig zijn. Dan kan ik ook genieten van de huidige jeugd die eraan zit te komen, de talenten. Vind ik ook mooi om te zien. Kijk jij vaak voetbal, zeg maar, dat je alleen maar naar de scheids kijkt of geniet je ook van het spel? Ik betrap me erop dat ik steeds vaker naar de scheidsrechter kijk. Oké. Dus je bent thuis een soort van videoscheidsrechter? Ja, mijn eigen videoscheidsrechter. Ja, ik vind het heel interessant om te zien hoe de scheidsrechter zich beweegt, hoe die beslissingen verkoopt. Dus ja, ik kijk wel steeds vaker naar de scheidsrechter. Ja. Wat vind je van de komst van de videoscheidsrechter? Ah, top. Ik vind het alleen maar positief. En ik kan me ook voorstellen dat er nog steeds wel tegenstanders zijn die denken van ja, de charme van het voetbal wordt hierdoor minder. Maar het spel moet eerlijker verlopen en daar is die videoscheidsrechter voor. Dus ik ben groot voorstander. Ja. Ja. Kan je uitleggen hoe dat werkt? Want ik vroeg het voor de uitzending al aan jou, van zit je dan in een hokje of zo? Maar het is erg centraal georganiseerd. Hoe werkt dat? Nou, wij zijn heel wat jaren geleden in Nederland al begonnen. We waren de voorloper van de videoscheidsrechter. Toen zaten we inderdaad in een busje bij het stadion. Inmiddels zitten we in een fantastisch mooi videocentrum als het ware op de campus bij de KNVB. En daar hebben ze 6 werkplekken gecreëerd, waardoor je dus 6 wedstrijden tegelijkertijd kunt bekijken. Met een sapje en borrelnootjes. Nou ja, het sapje, het water zit erbij, maar het is geen feest, het is geen pretpark. Je bent er echt wel om je werk goed uit te voeren. Dus we zitten inderdaad in Zeist. We hebben geen last meer van het stadion of van de supporters of van de mankementen van een busje. Nee, we hebben daar een fantastisch mooie videocenter. En toen kwam dat ene moment. Kijk, hij weet meteen waar ik het over heb. Ik denk dat ik weet waar je het over hebt, ja. Ja. In Utrecht, vertel even. Ja, ik was de allereerste die een beslissing moest herroepen. Op basis van de videoscheidsrechter en ook op basis van het schermpje aan de zijkant. Het was net geïntroduceerd en ik zat maar te hopen van laat het vanavond niet gebeuren. Laat me iemand anders de eerste zijn wereldwijd die naar dat schermpje moet rennen. Ja. Om een beslissing te corrigeren. Geef ik een strafschop voor Utrecht bij een 2-1 achterstand. Dus het publiek dat begint natuurlijk te juichen en we krijgen een strafschop. En op dat moment krijg ik in mijn oortje te horen van Paul, ik vind het geen strafschop, maar een overtreding van de aanvallen van Utrecht. Ga maar even kijken. Ja, en dan, wat gaat er allemaal door je heen? Ja, dan denk je echt, shit, waarom ik als eerste... waar stond je op het veld? Nou, ik stond in het strafschopgebied. Inderdaad. Dat is nog een stukje. Van Cambuur, zeg maar. Daar stond dat scherm ook nog heel raar gepositioneerd. Ik moest echt over de boarding heen hangen. Om te kijken wat er inderdaad daadwerkelijk had plaatsgevonden. Ja, dan zie je die beelden en dan ga je inderdaad wel denken van ja, en nu? Hoe moet ik het nu gaan verkopen? Hoe kan ik het beste duidelijk maken dat het inderdaad geen strafschop is? Dus het gaat van alles door je heen. Je voelt al die ogen, die prikken op. Ja, er kwam nog een speler naar het scherm toegerend, wat van tevoren duidelijk was afgesproken. Als je dat doet, dan krijg je een gele kaart. Dus mijn collega's aan de zijlijn begonnen te roepen in mijn headset. Dus je krijgt zoveel informatie in korte tijd. Maar ja, op de beelden zag ik inderdaad dat het dus inderdaad geen strafschop was, maar dat er voorafgaand een overtreding was begaan door een aanvaller van Utrecht. Dus geen strafschop, maar een vrije schop voor Cambuur. Nou, die hele weg weer terug en aangegeven van het is geen strafschop, maar een vrije trap. En tot mijn verbazing volledige acceptatie. Ja. Geen protesten. Wat, dat was wel bijzonder, vond ik, in die wedstrijd. Normaal gesproken, als je een beslissing intrekt of een cruciale beslissing neemt, dan weet je, spelers, je gaat protesteren. Ja. Je bent er inmiddels aan gewend, is niet goed te praten, maar het gebeurt. Op dat moment een behoorlijke beslissing. Je corrigeert een strafschop. Bij een 2-1 achterstand en alle spelers liepen weg. Ze accepteerden dit omdat ik het op basis van de videobeelden had gezien. Ja. En dan helpt het ook weer om je concentratie te hervinden? Ja, heel snel weer. Ja. En het raar was ook wel dat ik nog steeds wat baalde omdat ik toch een cruciale fout had gemaakt, vond ik van mezelf. Dus ik kom die kleedkamer in, nog steeds met een baalgevoel, want je wil die perfecte wedstrijd fluiten. Dat had ik dus blijkbaar niet gedaan. En ik baalde en ik baalde en ik pakte mijn telefoon en ik zag alleen maar positieve berichten. Iedereen vond het geweldig wat je gedaan had. Je had je beslissing gecorrigeerd. En dat vonden ze allemaal geweldig. Ja. De media vond het geweldig. Dus ik denk, wat gebeurt hier? Ik heb toch een fout begaan. Maar het werd in één keer omgeturnd in iets heel positiefs. Dus, ja. Heb je zitten kijken? Ja, ik heb het gezien toen. Ja. Hij heeft toen punten gescoord. Klaar. Simpel. Geweldig. Ja.
Hij doet het. Het gebeurt op het moment. Iedereen zit te wachten. Wanneer is het moment? Wanneer komt het moment? Wanneer dan moeten we het zaken terugdraaien? Nou, was het meteen klaar, geregeld. Ja, nu gebeurt het gewoon bijna elke wedstrijd. Ja. Nou, bijna. Ja. Wel, ja. Eén keer in de drie à vier wedstrijden gemiddeld, zeggen ze. Ja, ja, is dat gemiddeld? Ja, daar hou ik echt niet bij. Maar ik kijk wel af en toe denk ik ook van, moet dat nou? Maar ja, goed. Ja. Van de 10 keer is het 8 keer keurig testen het invullen. En die andere 2 keer gaan we over discussiëren. Hm. En daar hebben we onze praatprogramma's voor. Juist. En die regelen we verder uit. Ja. Zo werkt het ook. Ja. Jullie gebruiken Facebook als video scherm? Nee, niet. Wij zien wat er gebeurt. Ja. En het einde van de wedstrijd, oké, dan geven we die scheids een hand. Ja. En dan gaan we een pultje pakken. Ja. En dat is het verhaal. Dan hebben we nog wel over die wedstrijd. Maar ja goed, de scheidsrechter die gaat. En ja goed, die wordt er ook wel even nabesproken bij een biertje. Maar dat is het. Ja. Ja. Professioneel. Jawel, professioneel moet ook. Mensen zijn vrijwilligers. En natuurlijk zijn we niet altijd eens. We hebben het inderdaad een stuk moeilijker. Want wij hebben clubscheidsrechters. En die krijgen opdrachten van de trainers. Ja. Als je niet op een gegeven moment, als je twijfelt of je wel of niet buiten, moet je de vlag omhoog steken. Want dan moet de scheids beslissen. Ja, zo werkt dat gewoon. En ja goed, en op het einde geven we elkaar een hand en dan hebben we gewoon respect voor elkaar en daar was hij. Ja. En dan wordt af en toe wel eens een keer gevloekt en gescholden, ja natuurlijk. Maar we houden het binnen de perken. Ja. Ik ben ook wel benieuwd, Paul, wat jij de minder mooie kanten van vak scheidsrechter vindt. Want het is niet altijd even populair, scheidsrechter. En wat vind je de mooie kant? Dat ook. De mooiste kant en de minst mooie kant. Ja, de minder mooie kanten zijn dan inderdaad toch wel de kritiek die je krijgt. En nogmaals, in het stadion valt het allemaal wel mee, moet ik zeggen. De massale spreekoren denk je van ene oor in, andere oor uit. Maar ook wel dat het vaak nasurgt. Kijk, gewoon even over straat lopen. Moet toch altijd weer die wedstrijd nabesproken worden. En dat blijft soms een hekelpunt. En dan denk ik wel eens van nu even niet. Het is mooi geweest, of het is afgesloten, of ik ben alweer vooruit aan het kijken. Die kritiek, dat is gewoon lastig. Je hebt niet de meest populaire functie. Dat weet je ook op het moment dat je begint. Je gaat nooit op de schouders van het veld af. Je bent niet vaak de held. Nou ja, dat moet je beseffen. Als je daar niet tegen kunt, dan moet je heel snel stoppen. Want dat moet je gewoon beseffen. Dat is gewoon vaak eerder kritiek dan complimenten. Maar gelukkig overheersen de leuke dingen. En dat is dan toch die wedstrijdspanning, die kick van die wedstrijd naar een goed einde brengen. In mijn positie ook de mooie reisjes, de mooie trips, de mooie stadions, de mooie clubs waar je komt. Ja, dat is ook een enorme verrijking. Ja. Word je herkend op straat? Vooral regionaal. Zonder pakken? Ja, ik ga er niet zo uit. Ik loop 4 uur per dag in de scheidsrechterspak. Dus, nee, vooral regionaal. Ik denk als ik morgen zou gaan winkelen in Rotterdam, dat het heel erg meevalt. Ja. Maar regionaal, en wat dat betreft is het ook wel leuk hoor. Ik bedoel, Maar op ieder feestje waar jij komt, heb jij gesprekstof, denk ik. Want het gaat altijd over jouw baan, denk ik, of niet? Ja, ik zeg ook wel eens tegen mijn vrouw van, daar gaan we weer, weet je wel. Dan gaan we weer over mijn vak praten. Ja. En dan wordt er niet over gepraat, dan denk je van, hè? Hebben ze niet gekeken? Waarom praten we niet over mijn vak? Het is altijd een beetje dubbel. Dus, ja. Nee, voetbal, iedereen heeft er wel een mening over. Ja. Dus wat dat betreft hebben we altijd wel een leuk gespreksonderwerp. Ja. Jan, jij hebt Paul ook nog getraind, toch? Ja, ik heb hem nog getraind, ja. Wanneer was dat, in welk jaar? Ja, toen was Ben Gerrits hier, maar dat weet jij nog beter dan ik. Want ik heb tussen 2000 en 2003 hier gevoetbald, dus in 2002. Ja, want ik was toen trainer van de tweede, want daar heb ik toen speciaal gedaan. Dat was Ramon speelde en ik kon mijn zoon nooit zien voetballen. En toen werd ik benaderd door de JVC. Nou, toen ben ik dus trainer geworden van tweede reserve hoofdklasse. En op een gegeven moment liep het niet zo lekker bij één, met Ben. En die werd dus toen ontslagen. Maar toen heb ik het natuurlijk eerst van tevoren Ben even gebeld, of het allemaal goed geregeld was. Toen heb ik 3 maanden mogen doen, het eerste van de JVC te mogen trainen. Ja, dan heb ik officieel diploma's niet voor. En dan zat Paul dus ook bij. Dus hoe was dat voor een ventje? Buiten het veld prima, maar in het veld ontzettend irritant. Richting scheidsrechter. Moest ik hem kwijt. Dat ken ik me helemaal niet. Nee. Maar voor de verderes prima en een beetje eigenwijs. Maar goed, prima. Zo prima verlopen en klaar. Ja, goed. Dat ging goed. Dat ging goed. Dus. Zat je zoon Jan-Willem? Nee, Ramon. Of Ramon. Ja. Ramon zat toen in het eerste en die heeft ook met Paul gevoetbald. En zodoende. En ik trainde het tweede. En coachde ik altijd het tweede. Dus wat dat betreft was dat wel makkelijk. Kon ik 's middags altijd naar één gaan kijken. Want de jaren dat Ramon had gespeeld, zag ik hem bijna nooit voetballen. Want ik was eigenlijk om 2:30 aan het spelen. En nu heb ik hem dus 2 jaar lang ook nog lekker zelf kunnen zien voetballen. Een paar maanden getraind. Dus dat was wel een luxe en dat vond ik wel prettig. Vond u dat zelf ook wel prettig? Ja, dat vond hij prettig. Ramon had er niet zo moeite mee. De andere wel. Jan-Willem, die heb ik ook nog even bij me gehad, maar dat was een stuk lastiger. Ja, die was een beetje
Ja, daar zat meer gal in, wat dat betreft. Lijkt hij meer op zijn vader? Nee, op zijn moeder. Nee, die lijkt meer op zijn moeder. Ja, maar dat ook meteen geregeld. Ja, dat is ook geregeld, want daar hebben we dan die discussies voor over en dat is ook wel duidelijk. Ja, dus ja, goed. Dat is maar Paul, ja. Gewoon een goede verdediger, hè? Ja, toch verdediger. Hè? Ja, je was verdediger. Ja, 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 dan was jij ook in het verleden. Ja, ik ook, maar ja. Paul ook was aan de rechtse kant volgens mij. Oh. Ja, misschien. Ja. 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 Jij was ook rechts, hoor. Ja. Je was ook rechts buiten, dus, of een rechtsspelende voetballer. Was ja, je ik was rechtsbenig. Ja, 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 ik stond daarbij. Ik was al laatste man, dat was toen die periode, stond 10 meter achter. En dat zaakje regelen, dat was die taak van die man. Ik was echt niet technisch, maar ik stond er wel. Dus, en Paul, ja, dat was gewoon een echte back, opkomende back. Ja. Paul, je bent inmiddels 43. Bij de FIFA mag je volgens mij tot je 45e internationaal scheidsrechter uitoefenen. En je hebt nog iets op je verlanglijstje staan. Een poolwedstrijd van de Champions League. Ja. Je hebt al een voorronde gedaan. Mm-hmm. Hoe ga je die poolwedstrijd bereiken? Niet meer, denk ik. Niet meer? Nee, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Dat is me een paar jaar geleden is me dat door de neus geboord. En doordat ik een degradatie te horen kreeg bij de UEFA. Ik zit nu dus in groep 2 ben ik ingedeeld en normaal gesproken kom je als groep 2 scheidsrechter niet in aanmerking voor een poolwedstrijd in de Champions League. Ja, de gradaties is, de 1 zit er boven en elite zit er volgens mij nog boven. Ja, en de elite als voorbeeld zit dan Björn Kuipers, daar komen eigenlijk de scheidsrechters uit voor de grote toernooien en dergelijke. Maar op groep 1 en daar moet je eigenlijk minimaal zitten voor een Champions League wedstrijd. Daar zat ik toen in en ik leek ook hard op weg, want ik floot de wedstrijd Anderlecht Tottenham Hotspur, dat was een topwedstrijd in de Europa League, die verliep prima. Dus ik dacht van, nou, die rom die gaat uitkomen, ik zit er dicht tegenaan. Alleen 2 maanden later ging ik de andere kant op, dus ik degradeerde. En de reën, nog steeds onbekend, dat wordt je ook niet medegedeeld. Dat is wel raar ook, toch? Ja, maar dat vraag je ook niet, want ik vroeg het, maar dat doe je blijkbaar niet. Oh. Dat is niet gewenst. Dus wij zijn in Nederland... nog een trap naar beneden. Ja, wij zijn in Nederland van de discussie en van het beter willen worden. Maar dat is Europees, is dat niet gewenst. Dus. Ik weet het nu nog steeds niet, ik kan alleen maar gissen. Maar ik moet er niet secondeuren gaan doen. Ik heb nog steeds hele mooie wedstrijden. Mm. Alleen inderdaad, op het moment dat de poolwedstrijden beginnen, dan stopt het voor mij als scheidsrechter. En ben ik alleen nog maar, zeg maar de assistent. Yeah. En wellicht in de toekomst de videoscheidsrechter. Want de 2 scheidsen op de achterlijn, die gaan waarschijnlijk verdwijnen. Op het moment dat de videoscheidsrechter geïntroduceerd wordt bij de Europa League en de Champions League. Maar dan hoop ik even nog mijn steentje kunnen bijdragen als videoscheidsrechter. Dus je zou altijd nog videoscheidsrechter kunnen zijn van een Champions League wedstrijd? Ja, absoluut. Ja. Op het hoogste niveau. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik zit nu in team Kuipers en ik hoop dan dat team nog heel lang te blijven zitten. Okay. Alleen straks dan wellicht in de functie van videoscheidsrechter. Ja. Dat is natuurlijk wel de toekomst voor jou. Ja, dat zou je eigenlijk na je carrière nog kunnen en blijven doen. Dat is echt de toekomst, denk ik. Ja. Als je beroeps wilt blijven en je gaat het goed doen. Ik denk dat dat echt zeer zeker de toekomst is. Ja, maar ik ben nu 43. Ik hoop nog een aantal jaartjes zelf actief te kunnen zijn. Een combinatie van. Maar, want de KNVB heeft geen limiet van qua leeftijd, zeg maar. Nee, zolang jij je testen goed haalt, je wedstrijden goed presteert, dan zou je door kunnen blijven gaan. Op een gegeven moment gaan ze natuurlijk met je in gesprek. Ja. Maar bijvoorbeeld een 47-jarige leeftijd zou best kunnen. Hè? Ja. Nu heb je officieel aangekondigd dat je gaat stoppen dit seizoen. Maar begint zij al zoiets van... Ja, ik hou het altijd open, want ik stop. En dat is ook duidelijk, ook bij mijn club medegedeeld. Alleen stel dat er nog iets leuks op een pad komt om eventueel een club te helpen. Ja, en het gaat na een half jaar vervelen. En dan ben ik weer bereid om het toch te doen. Alleen, ja goed... Alleen maar hulp, een paar maanden of zo, maar niet. Op dit moment is het mooi geweest, 34, ik word 66 in april. En dan is het op een gegeven moment ook eens tijd voor mijn kleinkinderen en wat iets meer. En een keer gaan te fietsen. Maar ja, je weet maar nooit, dus ik hou altijd toch nog even open om eventueel dan toch iets gaan te doen. Want iedereen die zegt tegen mij, stop je? Ja, dat lukt niet. Ja, maar goed, dat is dan weer een ander verhaal. Maar ja, of het nou lukt of niet, ik heb nu toch wel de intentie om te stoppen. Ja. Maar ja. Let op, als dit uitgezonden wordt, dan gaat de telefoon weer rinkelen. Ja, goed, maar dan rinkelt hij maar. Maar ja, ik zeg nogmaals, dan moet het heel, heel iets goed zijn. En ik stap er zomaar niet in, want een paar jaar terug had ik ook een club. En dan ben ik bij UDI begonnen, als assistent trainer. Ja. Ah, dat was gewoon geen succes, want ik was niet de baas. En en dat klikte toch niet lekker. Ah, dat heeft best wat energie gekost op een gegeven moment. Voor mij ook, hoor, persoonlijk. Dus dat is dan niet leuk. Dus als ik nu nog ergens iets ga doen... Nou, dan moet ik voor 200% achterstaan en zeker weten. Alleen nu is het echt
deze klus afmaken. Proberen eerste te worden. Of nee, we moeten gewoon eerste worden, dat ik zo zeggen. En dan is het lekker, dan is het mooi geweest met Jan, met zijn trainerscarrière. Maar ja, de voetbalvelden die liggen overal vlakbij. Ja. Dames en heren, we hebben hier twee kanjers aan tafel, voetbalkanjers, twee baasjes. Eén scheidsrechterwereld en de ander in de trainerswereld. En als het aan Mieke lag, dan gingen we nog een uurtje door. Ja, dat klopt. Maar we zitten inmiddels al in de blessuretijd van deze uitzending. Dus we moeten aan de borrel, mannen. We hebben weer een borreltje, 1674. Dit komt van de Kloveniersgilde in Graven. We hebben meester Brouwer, inmiddels is hij koning van de Kloveniers, Leo Burger. En we hebben een traditie dat we altijd een borreltje drinken. Doe even proosten. Mag dat nog even? Hij heeft tot morgen. Je mag ook nuchter, je kan er nuchter worden. Ondertussen ga ik alvast iedereen bedanken. We bedanken onze gasten Jan Schaap en Paul van Boekel. En natuurlijk ook onze zangeres Emma Loeven van vandaag. En natuurlijk ook de regie. De mensen van JVC hier in Kuik. En dan met name Marco Jansen namens het bestuur van JVC. En natuurlijk ook onze gastvrouw Mientje Branje voor de goede zorgen vandaag bij ons. Ook natuurlijk ons technische team, de redactie en iedereen van Omroep Land van Kuik. Bedankt voor het kijken. We wensen u alvast de fijne feestdagen. En na de feestdagen zijn wij weer bij u terug met Praat aan de Maas. Okay. Proost. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door voetbalvereniging JVC Kuik.